Een goedemorgen vanuit Jacana Resort, waar nu de seminar nog steeds of net begonnen is. En we gaan niet constant live zijn met het seminar, want dan moeten mensen hebben voor dat we betaald, dus dan is het ook onkan. Maar wat ik nu ga doen, ik ga nu even de straat oplopen om je te laten zien waar er zo vanmiddag de beurs begint. Ik ben nu hier op de locatie. Ik zit erboven. Ik loop nu even naar buiten om u te laten zien waar we zo meteen de beurs gaan zien. Even roteren. Dit is buiten. We zijn dus hier in de op de locatie. Prachtig, zoals je ziet. We zijn allemaal bezig op te stellen. Zo meteen vanmiddag allemaal. En hier wat ik loop. Zo wordt heel hard gewerkt voor de beurs van vandaag. De Amerikaanse ambassadeur heeft heel mooi gesproken. Hij heeft aangegeven wat er allemaal nodig is, zegt hij, om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders om zich hier te vestigen. Hij heeft het gehad over een bankrekening te kunnen openen, huisvesting te kunnen regelen. Dat zou je vlotter moeten doen. En dat zijn zaken die de regering moet faciliteren. We lopen dus langs hier. Je ziet dat er zometeen een beurs. Fernandes Autohandel. Kunnen ze me geen auto geven om reclame te maken? Dus we zijn helemaal hier. Hier is het ministerie van Volksgezondheid, oké. Okay. Basic Life Skills Education. Hier normaal gesproken is hier een. Is er hier verkeer? Nu niet, vanwege de voorbereidingen voor vanmiddag. Maar er is een enorme beurs zal worden gehouden. Hier is Princess of something like that. Hier ben ik nog nooit geweest. Het schijnt wel mooi te zijn van binnen. Dit. Hoe gaat het? Voor? De seminar is in Jacana boven. Ah. Maar die kaart heb je daar niet voor nodig, hè? Dit is voor de beurs. Ja. Maar niet iedereen mag. Oh ja, Ballroom Prince heet het. Oké. Hi. Sofa, ja. Hier is dus een groot podium opgesteld. Heineken reclame. Is geen grap. Dus stom, ik heb mijn bril binnengelaten. Ik hoor kinderstemmetjes. Ah, leuk, is een schooltje. Of een school. Het is helemaal afgesloten. Er is een groot bord hier. Kijk wat er staat. En oh, staat nog niks. een grote reclame van. Goedemorgen. Ja hoor. Wat zoeken naar de heer Brian? Van? Van de organisatie. Diegene die weet wat alles moet. Oké, okay. Zijn voren heb ik heren gezien. Maar ik ben niet van hier. Dus ik ben... Dus voorin staan er wel heren. Heel gewichtig te doen. Ja hoor. Je ziet dat hier afgesloten is. En dat je dus zometeen United Business Fair 2024. Hier is ook erg zonnig, moet ik zeggen. Erg warm. Wat ik ga doen, als ik toch nog even... loop ik eventjes door. Goedemorgen. Loop ik naar, ik weet niet of jullie weten welke straat ik ben. Ik zelf weet niet eens hoe die straat heet, maar ik weet wel waar ik ben. En dan loop ik ergens naar de hoek en dan ben ik benieuwd of jullie weten waar ik ben. En dan gaan we dan een rondje lopen, hebben jullie weer ook een stukje Suriname gezien. Deze weg is afgesloten vanwege dus de fair die er is, de beurs die er is. 3 dagen. Vandaag begint het om 5:00, dan kom ik ook even langs om... filmen. En
zaterdag en zondag. Oh, oei, oei. Zonnig, Suriname. Je weet waar ik nu ben. Is het beeld goed, mensen? Mijn geluid goed, behalve de wind. Can somebody tell me where I am? Ja, Heidi. Heidi weet het al. Nog steeds niet achter waarom ik niet horizontaal kan filmen. En waarschijnlijk ga je dan een abonnement voor moeten aanvragen om te betalen. Ja. En deze straat heet de Surinamestraat. Dus ik loop weer terug. Een hele leuke huisjes, huizen, maar ja. On the road. Daar was de on the road. People, zoek een snelle schaduw. Grasbarber, een mooie naam. Een leuke naam, een grasbarber. Wat zegt u? Aan wie? Dave. Welke Dave? Oh, van podcast? Ja. Oké. Ja, maar het is warm. Het is hot, hot, hot. Deze meneer is een grasbarber. En dan stop even. Thank you. Want anders, als hij doorgaat met zijn brushkutten, dan vliegt het allemaal naar mij toe, mijn kleding. Het is erg warm. Volgens mij 29 graden. En rond dit tijdstip is de zon. Faya. Oké, hier is ook een stukje van de beurs. Borgo. Van de kant. Oh. Jullie doen ook mee aan de beurs? Jullie doen ook mee aan de beurs? Jullie doen mee aan de beurs? Oh, en dan zal ze het understand. Goedemorgen. Dit is ook voor de beurs van vandaag? Oké, hi.
Van de mensen zijn hier aan het opbouwen, zo te zien. Echt, het is heet hier bij jullie. Oh my god. Hou eruit. Dit zijn nou auto's, jongen, waarvan ik zeg, zo'n auto zou ik willen. Of die kan ook. Als het maar een bak heeft. Zoals deze. Stoelen worden gebracht. Hier is ook iets gebouwd, maar ik weet echt niet waar het is. Een sportschool of zo. Daar hebben we dan de Jagannath Lachmanstraat. Is hier een sportschool of zo? Is dat een sportschool? Nee, het is een bedrijf. Oh, een bedrijf. Ja. Mooi. We zijn nu pas aan het inrichten. Oh! Vandaar. En wat voor een bedrijf wordt het, weet je? Het is een callcenter. Ja, ik ben ook werkzaam, maar het is eigenlijk ook hier en dan daar. Oh, callcenter. Ja. Oh, leuk. Vroeg werken, hè? Soms om 3 uur 's nachts of zo. Ja. Hi, thank you. Succes. We lopen nu naar de Jagannath Lachmanstraat. Voor mij bekend als de Kopenamenstraat. Dan heb je DA. Het is meer een reclame voor al die bedrijven. En niemand die me betaalt. DA. In Nederland hebben we DA 91. Nee, sorry. Zomaar zijn ze een partij. In Nederland hebben we gewoon DA. Nou, dan zitten we hier. Even de Kopenamenstraat. Dan ga ik weer terug. Voordat ik me helemaal kapot zweet. Wat ik nu al doe dus. Bouw is jouw kantoor, welke? Ik zie geen groen. Hè? Brian, je bent weer in Su. Welkom. Oké. Okay. Ga ik weer terug. Af wat van mij zweet is, zou ik zo nu het water in willen springen daar bij Jacana. Helaas. Zo, deze gaat gewoon achteruit rijden. Oh. Ja, klopt. DA in ieder is een partij. DA is een drogisterij. Vanmiddag om 3 uur is er weer een persconferentie over de subsidies die zullen worden afgebouwd. Ik juich daartoe. We moeten stoppen met zoveel subsidies. Gelukt! Alleen moet je het gefaseerd doen en je moet de mensen die het zwaar hebben, moet je extra ondersteunen. Dat kan je alleen maar doen als je een goede sociale dienst ministerie hebt. Ja, val. Ja, de beurs begint om 5 uur, dus zou ik zeggen, Brian. Oh, je bent niet meer weg geweest. Helemaal. Dit is dus de entree van Jagana. Normaal gesproken niet zo hoor, omdat het is vandaag voor de situatie. Huh.
heeft het aangenamer. Dit is mooi. In orde gemaakt voor vanavond. Nepbloem of echte? En laat ik u nog even genieten van het mooie uitzicht daar. Oh my god, this is huge. Okay, peoples. Oh, Roma gaat even zitten, maar prachtig uitzicht toch? Ja, ik ben ook op de beurs, Sandra. En dan ga ik nu even weer terug naar boven. Om uw wakker mee zwitten. En dan zie ik u later ongetwijfeld weer. Ik ga nog even het beeld laten zien en dan. Ah, ik zal ook laten zien van de beelden. Oké, dan. En tot later.